Dit is de top 3 belevingen langs de Maas tijdens de Wereldhavendagen. Nummer 3, de Koninklijke Marine. Ervaar hoe het is om bij de Koninklijke Marine te werken. Volg bijvoorbeeld een indrukwekkende rondleiding, waan je op een schip met virtual reality of laat je verwonderen door de prachtige schepen aan de kade. Nummer 2, de Foto Expo bij het Maritiem Museum. Trek iets meer het centrum in en ontdek hoe het is om als jongere in de haven te werken door een bezoekje te brengen aan de Foto Expo bij het Maritiem Museum. Je ziet indrukwekkende fotoportretten, unieke beelden en je krijgt echt dat havengevoel in hartje Rotterdam. Nummer 1. Natuurlijk onmisbaar bij de Wereldhavendagen, de demonstraties. Het is daadwerkelijk actie op het water. Grote schepen, helikopters, reddingsacties, noem het maar op. Zolang je in de buurt van de Maas blijft, is er genoeg te beleven. Oké, en omdat er zoveel te beleven is, nog 2 bonustips. Wil je meer te weten komen over de Rotterdamse haven? Naast het Maritiem Museum is het Port Pavilion, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam. Stel hier je vragen, bekijk de webcam, bestuur ze zelfs en leer hier meer over de grootste haven van Europa. En iets wat je niet kan missen, letterlijk niet, is het gigantische schip wat hier ligt midden in het evenementengebied. Ja, kom het schip bekijken, breng een bezoekje en ervaar de grootsheid van de haven hier in de stad. Ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt voor het invullen van je weekend. Maar wil je toch nog wat meer informatie over deze onderdelen? Ga dan naar wereldhavendagen.nl en ontdek het volledige programma. Ciao!